Hi, ik ben Raiko. Dit is mijn Steetbob. Hij is uit 2007. 1600. Het eerste jaar dat ze die gemaakt hebben. Ik heb al een aantal dingen laten aanpassen. Meest recent zijn de letterpro's. Tassen. Fucking chill. Kan je quick release case eraf halen. Als je wat rijden zonder of wat, wat verder weg gaat, kun je wat spullen meenemen. Stuur zat er al op. Half eep. Rijdt lekker fijn, ik ben wat groter, dus andere drogen. Daarom heb ik ook forward controls. Memphis shades, de scherm heb ik erop. Ik heb cadeau gekregen van mijn vader, sindsdien is het niet meer afgedaan. Kijk, ik ben even onder rare. Ik heb mijn spiegels aan de onderkant van het stuur. Dat vind ik chill, vind ik fijn aan rijden. Anders heb je van die voelsprietjes in mijn stuur, daar ben ik niet zo van. Wat zit er nog meer op? Zadel heb ik zelf van iemand overgekocht, custom gemaakt, beviel hem niet, nou mij wel. Oliedrukmeter, zoals je ziet, kan je in de gaten houden of dat je olie nog goed is, hoe warm dat die is. Zoals je ziet ook openluchtfilter, ook af laten stellen daardoor, want ik heb andere uitlaten, zo'n power commander, zodat die goed loopt, goed blijft lopen. Oké, dan wil je natuurlijk nog weten, wat zijn, ben ik eigenlijk van plan nog met de motor? Nou, ik heb natuurlijk genoeg ideeën, zoals elke Harley-rijder dat eigenlijk heeft. Maar ik wil al heel lang eigenlijk de dubbele remschijf voor. Nou, dan moet je het een en ander voor aanpassen bij de voorvork. Dus dat is een winterprojectje. Dat wil ik gaan doen. Andere onderpoot, nieuwe remschijf, dubbele remcilinder. Wat ik ook heel vet vind zijn big spokes. Naast die twee ideeën heb ik eigenlijk alleen nog... Afhankelijk hoe het gaat lopen in Nederland, misschien een uitlaatsysteem om geen gezeik te hebben met de politie, dat is eigenlijk de hoofdreden. En dan is je eigenlijk wel een beetje af. Ja, misschien op zijn allerlaatst nog progressieve vering, als ik geld te veel heb. Nou, dan hebben we net de motor bekeken. Natuurlijk wil ik weten hoe dat klinkt.